bij de hal. We zijn bij het slotfeest van het filmfestival. En morgen is er nog de Volkskrantdag. Maar dan is het toch echt helemaal afgelopen. Dus wat we dan nog hebben zijn herinneringen. Dus we gaan even aan mensen vragen wat hun het beste is bijgebleven. Goedemorgen. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Marty. En ik ben Frans. En jullie zijn vrijwilligers op dit festival? Ik verstond je even niet. Jullie zijn vrijwilligers op dit festival? Ja, helemaal. Ja. Ik zie een hele stapel kranten. Wat is de bedoeling vandaag? Wij gaan als een idioot met de kranten door Rotterdam rijden en overal bezorgen op allerlei adressen. Ja, kijk, we moeten ook nog even wennen, want we beginnen vandaag voor het eerst. Maar even kijken waar we allemaal moeten zijn. En, ja. Zullen we op weg gaan? Ja, oké. Rechtsaf. Wauw. Oh, wat zat. Ik weet het wel, maar ook een beetje aan de achterkant. Oké. Zo, waar zijn we nu? We zijn nu bij het Luxor Theater. Ook een adres aan de Kruiskade in Rotterdam waar we bezorgen. Is dit jullie eerste adres? Ja, allereerste. Ja. En we hebben nog een hele lijst te gaan vandaag? Of? Ja, een stuk of 20, 25 adressen. We komen er wel hoor. Wat kun je er hier kwijt? Filmkrant. Nou, Kijk maar even op die baan. Ja. Ja. Doe er maar iets mee. Ik ben Ad van Mierlo, de vrijwilligerscoördinator van het International Film Festival Rotterdam. Ad, is dit jouw eerste jaar of doe je dit al lang? Bij het filmfestival is het mijn eerste jaar. Ik heb bij andere festivals ook vrijwilligers gecoördineerd. En vandaag misschien ook wel dat ik hier zit. En over hoeveel vrijwilligers heb je het dan? We zitten nu in de 550. Dus, nieuw record. Het festival is al heel lang aan de gang, zeg maar. En hoe belangrijk zijn die vrijwilligers voor het festival? Heel erg belangrijk. Die zijn zelfs zo belangrijk, zonder vrijwilligers zou er geen festival zijn. Je hoort de laatste tijd ook steeds meer op tv en in de krant zie je ook steeds meer dat het vrijwilliger is steeds meer in het nieuws. Wij zouden echt niet zonder kunnen en niet alleen dit festival, maar andere festivals ook. Er zijn geen budgetten om 550 mensen te betalen, dus dat moet je toch van vrijwilligers hebben. En gelukkig zijn er een hoop enthousiaste mensen die films willen kijken en deel willen uitmaken van de organisatie van het festival. Oké, Rotterdam, culturele hoofdstad 2001. Nou, we hebben een hoofdkwartier nodig en daarvoor hebben ze genomen, tadaa, de oude bioscoop Calypso. En nu, nou, het filmfestival is het dus ook een soort van cultureel centrum, waar dus ook weer veel vrijwilligers zijn te vinden. En die gaan wij vragen wat zij dan in hun vrijwilligersvrije tijd doen. Zeg, we zitten hier met een vrijwilliger. Ja, vertel eens, hoe heet jij? Ik heet Bas. Hoi. En Bas, wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Ik ben vliegende zaalwacht. Oh, is dat leuk? Ja, dat is zeg maar zaalwacht. Dus als kaartjes scheuren. Maar dan heb ik geen vaste locatie, dus ik zwerm een beetje door de partij heen. En ik word opgebust als er ergens problemen zijn of zo. Een soort van allemansvriendje.
Zou ik, ja, graag. Inderdaad. Ja, doe je wel je best voor. Hoe was het jaar? Doe jij dit dan al? Het is het tweede jaar. Met veel plezier? Ja. Zou het iedereen aanraden? Ja. Wat doe jij nou in je vrijwilligersvrije tijd? Dus als je vrijwilliger af bent en je hebt alsnog vrij, wat doe je dan? Behalve denk ik, neem maar een biertje drinken, blootje roken, filmpje kijken. Ja. En mensen spreken, mensen kijken. Ja? Ja, onderschat dat even niet ook hoor. Nee, er is nog een op de counter op het werkblad achter. Er staat nog één op. Mijn naam is Wim Mussert en ik assisteer hier vanmiddag. En nog andere dagen, omdat Jan Garsthagen, wiens cateringbedrijf dit verzorgt, nu op locatie ergens anders een catering verzorgt. Dus wij maken nu ongeveer 350 lunchpakketten klaar. Ja. En die worden, dat zit wel op een tijdschema, omdat die weer om 5:30 opgehaald worden. Wie zijn jullie? Ik ben Erwin. Hans. En wat doen jullie precies hier op het festival? Nou, wij voorzien iedereen van broodjes. Hoe lang doe je daarover, die lunchpakketjes? Nou, ongeveer het hele uitrijden. We halen de om 5:30 zijn we bij de cateraar. Het ligt ook eens afhankelijk van het verkeer. 1,5 tot 1 uur. Kan tegenzitten, duurt het wat langer. Nou moeten we nog wat extra broodjes halen. Die waren nog niet klaar bij Jan, de cateraar. En dan moeten we dan nog ophalen voor de nachtploeg. Dat zijn 17 stuks. En 's middags gaat het iets sneller, maar nu met vrijdag koopavond duurt het wat langer. Dan zit bijvoorbeeld de kruiskade weer dicht, dus er staan mensen dubbel geparkeerd. Maar het gaat redelijk snel, ja. Hoeveel locaties moeten jullie daar naartoe? Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoe worden jullie ontvangen met die lunchpakketjes? Nou, meestal zijn mensen wel dankbaar. Maar ja, die mensen die zijn altijd ondankbaar. Maar over het algemeen zijn ze wel blij. Ja, ja. Ze hebben meestal wel honger. We zijn meestal wat laat. We zitten hier bij de car service. Hoe heet jij? Peter Paul. Heb jij al een lunchpakketje op vandaag? Ja, twee al zelfs. Twee al. En wat zat erin? Even kijken, vanochtend had ik een banaantje met een wit broodje met paté. En was dat er op, we hadden ook nog een bruin broodje met, volgens mij was geitenkaas met persik, als ik me niet vergis. En vanavond hadden we een broodje met pindakaas en celery salade, een broodje met celery salade. En er zat nog een appeltje bij en altijd iets van snoep. Hallo liefje. Oh, hallo, we zitten hier met... Ben jij vrijwilliger of niet? Jij werkt toch? Ja, ik ben vrijwilliger, maar eigenlijk ben ik staf, staat hierop. Ja. Ja. En jij heet dus Anna Silva, zie ik daar staan. Ja. En wat doe jij dan voor stafwerk? Ik doe locatie manager in Pathé. Pathé? Wat vind je leuk? Voor hoeveelste keer doe je dat dan? Voor de derde keer. Vind je het ook leuk nog? Ik vind het hartstikke leuk. Problemen oplossen. En dat doe je in je dagelijks leven ook heel goed? Ik denk het wel. Ik ken jou. Het is een soort van camping voor culturele verantwoorden. Camping inderdaad. Ik heb een beetje een schoolreisje gevoel ook wel. Weet je, als medewerker ook, dat je gewoon 2 weken lang zit je in een ruimte waar je normaal niet zo vaak in zit, zeg maar. En met allemaal mensen die je langzaam leert kennen ook. En elke avond feesten ook. En allemaal films kijken en niet uitgeslapen in films in slaap vallen en zo. Een beetje die extreme dingen van vroeger weer ofzo. Het is wel leuk. Wat vond jij van, je hebt de film Samia gezien, wat vond jij van die film? Ja, heel leuke film en dat is de waarheid, weet je, die Marokkaanse meisjes of Algerije of alle Arabische meisjes, ze hebben altijd moeilijk met ouders, met broer, met zoon zo. Dus, jij vindt dat het een goede film? Ja, is wel goed, maar dat is de waarheid, weet je. Wat wilde jij zeggen? Ik vond het overdreven, want het klopt niet. Ja, de helft niet, want het is niet zo erg. Bepaalde dingen hebben ze echt uitgedrukt op een manier van, hoe moet ik het zeggen, gewoon op een te overdreven manier. Het klopt wel. Ja, we leven nu in het jaar 2000, het is absoluut niet meer zo. Je broer bemoeit zich niet meer met jou. Het is echt gewoon een kwestie van jezelf. Je doet het of je doet het niet. Is er nog wat? Er zit allemaal worst in de vegetarische pakketten. Ja, wat is dit dan? Gracias.
Godverdamme. Dus kijk nou. Er zitten losse plakken worst in de vegetarische pakketten. Ja. Hallo, wij zijn in de Cinerama en we gaan een vrijwilliger volgen. Of ik denk eigenlijk twee, hè? Wil je jezelf even voorstellen of ben je nog niet uitgegeven? Ik ben Irma Bendian en ik ben zaalwacht in Cinerama 1. En dat doe je al voor de hoeveelste keer? Eerste. En dat vind jij heel... Ik vind het wel leuk. Dus. Maar het is ook alleen maar omdat ik tijd heb nu. Dus ik kan gewoon echt een week alleen maar films kijken. En dat is wel heel erg leuk. Zijn jullie ook vrijwilligers? Ja, wij zijn vrijwilligers. Ja. En hoe heet jullie dan? Ik heet Rosalinde. Hallo, ik ben Roos. En hoe heet jij? Ik ben Pim. Hey, jullie gaan naar welke film precies nu? Naar King of Comedy. En wat verwacht je daarvan? Ik verwacht eigenlijk dat hij heel grappig is. Hij heet King of Comedy dus. Ja, 80 en zo is hij, ja. Kom je nou ook mee eten? Heb ik mee gegeten? Ja. Wat ga je eten dan? Falafel. Falafel? Zoals elke dag deze. Nou, als je even wacht, ga ik wel mee. Ik ga beneden. Oké. Hier. Ja, met Iris Bunt. Hallo Iris, ik ga jou 6 vragen stellen. Ik heb een lijstje. Wat vond jij de beste film? De film? Ik ben naar geen enkele film geweest. Oké, wat is je dan het meeste bijgebleven van het filmfestival? Nou, dit feest natuurlijk. Ja, het was hartstikke gezellig en goede muziek. Vind je de muziek goed, ja? Ja, inderdaad. Helemaal... Ik hou hier niet zo van. Nee? Een beetje te massaal en een beetje te lom. Wat vind jij van de sfeer hier? Een beetje dood. Ja. En kan je in één zin vertellen wat je van het festival vindt? Het kan beter. Hoe? Dat is denk ik, weet niet, ik denk dat het dit jaar een ongeschikt jaar was. Ik had meer films van honden, over honden verwacht en opgehoopt. Bruno. De Italian Stallion. Ik word altijd verwend door Bruno. Hey Bruno, wat was nou de beste film die jij hebt gezien? Crouching Tiger, Hidden Dragon. Echt. De bom gewoon. Echt waar. Ja, en waarom is die de bom dan? Ja, weet je wel. De actiescènes, die gaan gewoon te ver. Het is gewoon... Je gaat zitten in die zaal en je wordt gewoon 2,5 uur meegenomen in een andere wereld. Met kung fu en special effects die gewoon te ver gaan. Het is gewoon de Matrix, maar dan 30 keer zo ernstig. Kan je in één zin vertellen wat je van het festival vindt? Nee. In twee dan? Nou, ik vind het wel heel leuk dat het er is. We zitten hier met een celebrity natuurlijk, maar voor de mensen die het nog niet weten, hoe heet jij? Evelien. En Evelien, wat vond jij nou de beste film? Mijn eigen film.
Welke film is dat? Monoloog Interieur. En waarom dan? Ja, omdat ik mezelf gemaakt heb. Nee, dat is onzin. Maar dat moet je toch altijd zeggen van je eigen werk? En wat vind je van de sfeer? Hier, op dit feest? Oh, ik vind het wel oké. Ik ben ook heel blij dat je naar me toe bent gekomen. Want dan, ik zat eigenlijk een beetje aan mijn neus te bulken. En, wij zullen het weer kort houden, want er gaan er meer mensen spreken. Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor het geweldige festival wat wij hebben meegemaakt. En wat jullie denk ik ook hebben meegemaakt. En we hopen dat jullie er allemaal volgend jaar weer zijn. Thanks to all. Thank you. Hey jongens, bedankt. Tot volgend jaar. Festival gemaakt en ik vind het een eer en genot om met jullie te mogen werken. Dankjewel, ik hou van jullie. Dag! Ik ben Arlette. Arlette en jij bent? Dick. En jullie waren ook vliegende zaalwachten? Ja, dat klopt. En wat was nou het leukste wat jullie herinneren van het filmfestival en het minst leuke? Oh ja, dat was wel het leukste. Dat was echt eigenlijk wel het hoogtepunt. We waren echt continu de hele dag. Wij werkten namelijk bijna elke dienst samen. Ja. En we waren echt altijd samen op de wc te vinden, eigenlijk. En wat deden jullie dan op de wc samen? Ja, plassen. Met Bas weer eens een keer. Goedenavond, dames en heren. En zeg, Bas, wat vond jij nou het allerleukste aan het hele filmfestival? Nou, je hebt verschillende gradaties van leukheid. Maar ik vond het vanavond heel erg leuk om even kijken, de battle, wat was het nou? De Ultimate Battle of zo. Dit is wel even een Japanse film. Daar zat ik in een Calypso, terwijl boven mij Ronald Molendijk al aan het draaien was. En er werd alweer muziek gedraaid, dus het feest en de film liep door elkaar heen. Het verhaal is dus dat de wc vlak bij de personeelskluisjes van de vliegende zaalwachten en andere zaalwachten en huismeesters. Er was één deurkruk, die was helemaal lam en het slot was ook helemaal lam. Dus wij waren helemaal van, oh, ik ga weer in de lamme deurkruk. En er was ook nooit toiletpapier. Het geheim van de lamme deurkruk. Ja. Ik zie het meteen helemaal voor me, sorry dat het... Maar hoe heet jij eigenlijk? Ik heet eigenlijk Erik. Oké, eigenlijk Erik. Ben je ook vrijwilliger? Ja, toevallig wel. Ja, het is gewoon hartstikke gaaf en iedereen moet gewoon komen. Dat is een 9? Nou, ik denk een 8. Want het medewerkersfeest op de laatste avond was gecanceld. Oké, dat is belachelijk. Ja, dat is gewoon totaal, hoe zeg je dat, het verrukt? Ja, maar dat is goed genoeg, ik snap hem. Oké, hartelijk bedankt. Alsjeblieft. Dit was het. Ik zal ook meteen afsluiten, cameraman. Melle, darling, sweetie, darling. Oké, dit was het voor ons, het filmfestival. Wij gaan nog even dansen, neem ik aan. Ja, wij gaan nog even dansen, neem ik aan. En dan sluiten we af, het was weer geweldig. De film is dus wat minder volgens sommigen, volgens anderen weer beter. En lekkere boogie boogie. Tot volgend jaar het filmfestival.
dragen.